De agenda van Helmond wordt u aangeboden door Lunchcafé Etel Frerix aan de Elsasspassage. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar de agenda van Helmond. De meest bezochte en bekeken agenda. Vol informatie voor uitgaan, theaterbezoek, cultuur, etc. etc. Voor de liefhebbers van klassiek en dan met name pianomuziek is er op zondag 3 maart in het Theo Dries Instituut aan de Willem-Prinsenstraat 43 een concert van de pianisten Martijn en Stefan Blaak in zogenaamde quatre mains. Ze laten onder andere werken ten gehore brengen van Mozart, Schubert, Mendelssohn en van Rachmaninoff, Six Morgaux. Dit concert begint om 3:30. Kaartjes kunt u telefonisch reserveren onder telefoonnummer 06-53-97-38-96 of mail. De Helmondse tv-serie bij Boer Kuipers aan tafel wordt als 25-delige serie compleet uitgezonden bij Omroep Helmond. Vanaf 2 maart en dan elke zaterdag en zondagavond vanaf 6 uur tot 12 uur 's nachts. Er zal wel een onderbreking zijn tijdens de zomermaanden. Maar op 14 september gaan we gewoon weer vrolijk verder. Op 5 maart gaat de tentoonstelling van fotografe Eva Arnold van start in het gemeentemuseum. In de volgende agenda zullen we daar uitvoeriger aandacht aan geven. Naar aanleiding van het 10-jarig jubileum van het Anna Theater sprak ik eerder deze week met Lavinia Germano. We zijn hier in het jubilerende Anna Theater, 10 jaar Anna Theater. Bij mij zit Lavinia Germano, de grondlegster zeg maar, van dit wondermooie theater. Lavinia, wat is er in die 10 jaar allemaal gebeurd? Een kleine correctie, de grondleggers van het Anna Theater, dat ben ik. En mijn man, Vincent van Ooyen, beeldend kunstenaar. Hij wilde graag een eigen werkplek. En we fietsten hier langs, zagen kapotte ruiten. En zo is het Anna Theater ontstaan. Een beetje uit de hand gelopen project. Je zegt project, geen hobby dus. Maar sceptici die 10 jaar geleden hebben gezegd van... Nou, wat moeten ze toch met zo'n kerk, een theater, we hebben toch het speelhuis. En, maar in ieder geval, 10 jaar lang heeft het zijn levensvatbaarheid toch wel bewezen. Ja, nou, toen wij begonnen was in Helmond geen andere kleine zaal. Geen vlakke vloerzaal. Dus zo gek was het eigenlijk niet. Ook een zaal voor de amateurtoneelverenigingen. Nou, in het begin hadden we heel veel voorstellingen. Dat is minder geworden. Accent is verlegd naar eigen activiteiten. We hebben de jeugdtheaterschool, acteercursussen voor volwassenen. Er worden hier ook door andere mensen ook allerlei cursussen gegeven. Ja. En we doen ook schoolprojecten bijvoorbeeld. Ja. En jullie hebben ook een eigen huisgezelschap, het Vreemd Beest. 7 maart is dan de première. Vreemde Beest bestaat al heel lang, al sinds 1991 als ik me niet vergis. Vreemde Beest heeft ook het theater geopend met Liola, een stuk van Luigi Pirandello, een Italiaanse schrijver. En in al die jaren hebben we verschillende producties gedaan en nu De Goede Mens van Sezuan om 10 jaar van het Anna Theater te vieren. En de première is 7 maart? Ja, 7 maart en we geven 10 voorstellingen, laatst op 23 maart. En voor meer informatie natuurlijk naar de website, hè? Ja. En wat is de website? www.annatheater.nl. Kunstkwartier Helmond heeft een wedstrijd uitgeschreven voor en over columnschrijven. Ik sprak hierover met de coördinatrice. Een wedstrijd columnschrijven, Renate, wat moet ik me daarbij voorstellen? Het idee is eigenlijk om... We hebben mensen opgeroepen om hun beste column in te sturen. En die wordt beoordeeld door een hele deskundige jury. Daar zijn we heel trots op. En dat is onder andere Wim Daniels? Wim Daniels. Tanja Heijmans. Tanja Heijmans, inderdaad. Ruud Hakvoort van de bibliotheek. Okay. En Arnold Otten. Ja. Natuurlijk de journalist van de Trompetter ook, waarmee we dit samen hebben opgezet, ja. Jan-Pieter Klumpers. Is er ook een prijsuitreiking of Groep de la Tableau of hoe gaat ja, het verder? Op donderdag 14 maart ja. Dan is de grote uitslag eigenlijk avond in lokaal 42. Daar maakt de jury bekend wie er gewonnen heeft. Ze vertellen een klein algemeen stukje over wat is opgevallen aan alle inzendingen. En de drie beste columns worden ook voorgelezen. Ja. En het geheel wordt dan gezellig gemaakt met een band en zo van Kunstkwartier. Ja, dus het wordt gewoon gezellig. Het wordt een gezellige avond, ja. Oké. Okay. Ja. Heel even terug. Ja. Column, wat is dat precies?
Een column is een kort stukje tekst met daarin de mening van de schrijver. En dat kan over alles zijn? Dat kan over alles gaan. In deze wedstrijd gaat het om een bijzondere column over iets uit het dagelijks leven. Ja. Dus dat kan echt van alles zijn. En een van de prijzen, als ik zo mag zeggen, is een column in de Trompetter. Ja, de beste columns die komen dus in de Trompetter. En de andere prijs is dat je hier bij Kunstkwartier een cursus column schrijven gratis mag volgen. Dus nou wil ik meedoen. Hoe kan ik mijn eigen aanmelden? Je kunt naar mij je mail sturen met daarin een Word-bestand van je column van maximaal 500 woorden. En die stuur ik dan door naar de jury. En dan vermeld je even je naam, je adres, leeftijd. Je zegt, dan stuur je naar mij, maar wie is mij? En bij mij, dat is naar schrijven@kunst-kwartier.nl. Oké. Okay. Ja. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek en veel succes ermee. Ja, dankjewel. Het wordt heel leuk. Ja. Olem Events presenteert op zaterdag 9 maart in samenwerking met Radio Veronica DJ Tour een spetterende 80s en 90s party. De organisatie vertelt hierover bij hun clubhuis. Carnaval is al enige tijd voorbij, alleen bij Olem vieren ze door, want het is hun jubileumjaar, 66 jaren Olem. En er is een Olem Event, heeft daar er iets mee te maken? Nou, het Olem Event heeft er zeker mee te maken, je begint op 9 maart. Het mooie is, 9 maart is onze start van de 66 en hij eindigt op 5 maart 2014. Dus precies een jaar dat wij hopelijk heel veel feesten gaan vieren en organiseren. Dat zal denk ik wel lukken. En inhoudelijk, wat gebeurt er op Olem Event? Wat is dat precies? Nou, het Olem Event 9 maart dus, hier in het TOV, ons ontmoetingscentrum TOV, start om 8 uur. Van 8 tot 10 hebben we een DJ hier rondlopen, Arjen de Groot, die voor de opwarming zal zorg dragen. En vanaf 10 uur zal Veronica DJ Tour hier komen met een 80's, 90's en Zero's party. Het is een hele organisatie. Wat brengt zich dat met zich allemaal mee om zo'n event te organiseren? De zaal zou natuurlijk heel erg mooi aangekleed moeten worden. Als je het in de huidige zaal gaat doen, dan ontbreekt er nog wel iets voor die sfeer te krijgen. Dus we hebben een leuke partner gevonden in Royaks Partner Events. Die een prachtige dansvloer gaat neerleggen met een glitterbal erbij. Het echt zal omtoveren tot een hele mooie disco zoals je dat in de jaren 80, 90 gewend bent. Ja. Meer een Saturday Night Fever-achtige disco? Ja, daar hopen wij het wel op te gaan gooien en hopen dat het er ook uitkomt bij de bezoekers die er komen. Dus. Ja. Nog één keer, waar kunnen we nog meer informatie inwinnen? De informatie kan ingewonnen worden via onze website olemevents.nl. Verder kunt je ook gewoon naar olem.nl, daar kun je ook doorlinken. Verder hebben wij verkooppunten bij heel veel voetbalverenigingen in Helmond en in Mierlohout. En in het TOV-gebouw kan er kaarten verkocht of gekocht worden. En het is toegankelijk voor iedereen, neem ik aan? Voor iedereen toegankelijk, mits 18 jaar en ouder. Dat is wel belangrijk. Ik zou zeggen, heel veel plezier, heren. Dank u wel. Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat we weer een theater hebben in ons midden. Theater Speelhuis nodigt u dan ook uit om een kijkje te nemen in dit fraai ontwikkelde theater. U kunt op zondag 10 maart vanaf 1:30 tot 5:00 dit doen om eens te gaan bewonderen hoe de prachtige monumentale Onze Lieve Vrouwenkerk is omgetoverd. Na deze agenda is er nog een sfeerimpressie te zien die we hebben gemaakt van dit theater. Dinsdag 26 maart is er weer een ledenbijeenkomst van Vitalistische Vereniging De Helmvesten. Om 19:00, oftewel 19:00, bent u in de gelegenheid om de circa 100 veilingkavels in te zien. Voor meer informatie stuur dan een mail naar secretariaat@helmvesten.nl. Tot slot een bericht van het radioprogramma In het Diepe. Op dinsdag 5 maart om 19:00 dan praat Hetty Arts met de stadsgids Jan van Bussel, die tevens ook voorzitter is van de stichting Monumentenwerkgroep Helmond. Ik kan u zeggen, het is een gepassioneerd verteller. En dit was het weer voor deze week. Heb je ook een bericht over een activiteit of anders? Stuur je reactie en of opmerking dan naar info@omroephelmond.nl en wellicht kan je dan ook je eigen bericht komen toelichten voor de camera. Een prettige week en tot een volgende keer.